deel van onze vakkennis gaat aan de slag met het maken van vlogs. En daarom geef ik je in deze videoserie een aantal tips voor het maken van betere video's. En in deze video ga ik het hebben over 10 supersnelle manieren om gewoon veel beter te filmen met je smartphone. Als je zo filmt, dan is je video heel erg geschikt voor bijvoorbeeld Instagram. Maar de meeste platformen die gaan uit van horizontale video. Film dus eigenlijk altijd zo, want dan kan je er later nog het meest mee. Hou je telefoon met 2 handen vast. Dat is veel stabieler dan zo met 1 hand. En als je interne beeldstabilisatie hebt, zet die dan aan. Oh, en als we dan toch hier zijn, wil ik je ook dit even laten zien. Namelijk videogrootte. En daar zie je van alles staan. Full HD, FHD, QHD, UHD. Ja, daarachter staat dan 1920x1080. Wat moet je dan kiezen? In principe, op het moment dat je begint met video, zou ik zeggen 1920x1080 is helemaal prima. Dat formaat is niet te klein, zodat het pixelig wordt, maar ook niet te groot, waardoor je hele grote bestanden krijgt. Je hebt misschien de neiging om in te zoomen als je ergens dichterbij wilt zijn. Maar dat kun je eigenlijk beter niet doen, want je beeld gaat dan veel makkelijker trillen en het wordt veel minder mooi. Dus, als je iets dichterbij wilt filmen, loop er dan gewoon even naartoe. Video's nemen veel ruimte in beslag op je telefoon en er is niks zo irritant. Ja, precies. Als dat je kaart vol is en dat je, terwijl je aan het filmen bent, tegelijkertijd allerlei dingen moet gaan wissen. Zorg er dus voor dat je voldoende ruimte hebt op je telefoon en dat je een volle batterij hebt. Ik zou niet standaard in slow motion filmen, maar als je iets heel tof ziet, wat misschien in slow motion wel heel goed zou kunnen werken, verander even de settings, zet hem op slow motion en maak een mooi shot. Als ik zo'n shot van mezelf maak, dan ziet dat er heel gek uit, want er is daar nog een soort van heel veel ruimte waar wel iets is, maar niet datgene waar het over gaat, namelijk mijn gezicht. In principe zit je goed als je de ogen op 2/3 van het beeld zet. En je kan natuurlijk ook altijd die lijnen in beeld aanzetten die precies weergeven waar dat is. Maak of hele rustige bewegingen met je telefoon of ga echt super snel zo woesh ergens naartoe. Maar op het moment dat je daar een beetje tussenin gaat zitten, dus je gaat een soort van wel snel, maar niet snel genoeg en ook niet heel stabiel, dan is de kans heel groot dat het een heel rommelig shot wordt. Wat je trouwens ook nog kan doen als je 2 dingen wil laten zien die net wat verder van elkaar af zijn, is gewoon 2 losse shots maken in plaats van het allebei in 1 shot proberen te pakken. Stel, je maakt een shot van iemand die koffie inschenkt of iemand die aan het boren is. Zorg ervoor dat je dat shot best wel lang maakt. Want je kan het later altijd nog korter knippen, maar je kan het niet meer langer maken. Ik tel altijd als ik een shot maak in mijn hoofd tot 10. En als ik 10 seconden of meer heb, dan is het goed. Hoe meer je oefent, hoe beter je waarschijnlijk wordt. Het is in die zin net zoals met topsport of bijvoorbeeld leren lassen of nou ja, eigenlijk alles in het leven. Hoe meer je het doet en ja, hoe meer je jezelf traint, hoe beter je er uiteindelijk in zal worden. En dan kan je ook met je smartphone echt super mooie dingen maken. Dat waren ze 10 supersnelle tips om beter te filmen met je smartphone. Als je nog vragen hebt, laat dat dan vooral even weten hier beneden in de comment sectie. En vergeet vooral ook niet om je even te abonneren op ons kanaal. Dat kan door op die grote rode knop te drukken. Dan mis je niks.